Yo, yo, yo daar iedereen. Dit is jullie sexy vlinderkoning Bart Koppens. En vandaag ben ik terug met een nieuwe vlindervideo. Of ik moet zeggen een nieuwe rupsenvideo. Nou, vanwege mijn werk met vlinders heb ik in mijn leven honderden rupsen gezien. Maar de rups die ik vandaag film is toch echt een van de allermooiste die ik ooit heb gezien. Dit is de rups van een nachtpaoog uit Azië. De wetenschappelijke naam de Caligula cacara. Helaas heeft deze nachtvinder geen Nederlandse naam. Maar jullie zullen hem later op mijn YouTube kanaal terugzien als het een vlinder is geworden. De kleur van deze rupsen is echt ongelooflijk. Deze video is niet aangepast of gefotoshopt. Deze kleuren zijn 100% natuurlijk. En niet alleen is deze rups heel mooi, hij is ook nog best groot. Vergelijk hem hier eens met mijn vinger. Hij is niet eens uitgegroeid, hij gaat ook nog een stukje groter worden dan dit. Denk daar nou maar eens over na. Caligula cacara is een nachtpaoog uit Azië, zoals ik al zei. En het is een nogal polyvaag dier. Ze eten in gevangenschap onder andere amberboom, liquid amber. Maar ook andere planten zoals eik, quercus en wilgsalix. Het is echt een privilege om dit beest te kunnen kweken. En nu ga ik deze rups heel even oppakken. Oh, sorry voor de slechte beelden, mijn camera kan het denk ik niet aan. Ah, daar gaan we. Daar hebben we wat betere, wat meer heldere beelden. En hier zien jullie hoe groot de rups is op mijn hand. Nou, oepa. Hier heb ik een klein een takje van amberboom, liquid amber, in een lege Coca-Cola fles gezet. Dit houdt blaadjes vers, omdat ze water krijgen. En ik doe mijn rups terug in het boompje. Ja, ik weet het. Iedereen houdt van mijn harige lange rups. Oké, sorry, dat was overbodig. Dat verlaagt het niveau van mijn kanaal. Maar als we hier in de blaadjes kijken, zien we meer rupsen. Zie je dat? En ook hier opnieuw een prachtige Caligula cacara rups. Dat wil zeggen, als mijn camera eindelijk meewerkt. Ah, dat doet hij nu eindelijk. Moet je toch zien, wat ongelooflijk zijn ze ook, hè? Nou, bedankt voor het kijken. Er zitten hier zo'n stuk of 10 rupsen in, maar ze zijn... Ook al zijn ze groot en kleurrijk, toch weten ze zich goed te verstoppen aan de onderkant van de blaadjes. Dus je moet er een beetje naar zoeken om ze te vinden. Zoals hier deze bladeren weghalen. Kijk, daar heb je ze heel aan de binnenkant van de bladeren. Daar zitten ze verstopt. Nou, tot de volgende keer. En vergeet niet, like en subscribe. En als jullie willen, denk erover na om mee te doen met mijn crowdfunding platform Patreon. De link naar mijn hoofdkanaal staat in de comments en naar mijn crowdfunding. Dit helpt me om documentaires te ontwikkelen en educatief materiaal voor nachtvlinders. Bedankt en tot ziens. Hey everyone, did you watch this video and wonder what the hell it was about? Well, there's good news. You can see the exact same content on my main channel. You see, I'm Bart Koppens, a YouTuber that films biology, insects and other things that match my interests. And I thought it was fun to make one small YouTube channel in my native language, in Dutch. But don't worry, there's not going to be any exclusive content on my channel. I'm just filming the same insects two times, one time in English and one time in Dutch. So you are not missing out on any content. If you watched this video and you were wondering what it was about, then check out my main channel called Bart Koppens and subscribe to it to see the same stuff in English. Bye bye.